Hey fijne mens, welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik met je kijken naar rode vlag nummer 1 als het gaat om verborgen narcisme. Mijn naam is Lars Faber, 53 jaar, 100.000 jaar bewustzijnscoach ondertussen. Nee hoor, zo'n 20 jaar, maar ik heb wel honderden, volgens mij zelfs wel duizenden mensen gezien. Alle mogelijke thema's. Ik ben zelf ook gepokt en gemazeld in narcisme. Ik kom uit een gezin waar narcisme heerst. Ik heb diverse relaties gehad, dus het is een thema wat voor mij leeft. Dus vandaar dat ik er ook nu een boek over schrijf. Dus ik heb me echt eventjes los moeten rukken van mijn laptop. Als ik helemaal ga schrijven, dan is het hek van de dam. Dan schrijf ik echt gewoon tot mijn ogen 's avonds dichtvallen. Dus dit is een welkome aanvulling om je het een en ander te vertellen over verborgen narcisme. En dan met name over echt de allergrootste rode vlag. Komen we zo op. Waar praten we over? Deze heb ik toevallig ook als man laten tekenen. Dit is de Martyr in het Heart Defender model. En in een milde vorm is dit iemand die gewoon pech heeft gehad in zijn leven. Die heeft een rotjeugd gehad, die heeft ellende gehad, niks aan de hand. Maar als dit archetype dus sterker wordt, hoog scoort, in combinatie met een aantal anderen, dan wordt het vaak verborgen narcisme. Nou, met dit type mens komen heel veel van jullie in de problemen. En de ellende is, je weet er nog niet zoveel over. He, dus iedereen die weet ondertussen wel de grandioze narcist, de Tinder-swindler, de weet ik wat allemaal. He, dat wordt steeds duidelijker in het maatschappelijk beeld wat narcisme is. In ieder geval die open, grandioze, grootse vorm van narcisme. Maar met dat verborgen narcisme, daar komen dus een aantal van jullie in de problemen. Ik heb van de week een aantal mensen gesproken en gelezen. Die zeiden, gast, had je dit niet 2, 3, 4, 5 maanden, 6 jaar, 25 jaar eerder kunnen zeggen. Als ik dit eerder had geweten, dan waren mijn ogen eerder open gegaan. Dus voor jullie maak ik dit. Het kanaal groeit als een speer. Er zijn 900 nieuwe abonnees bijgekomen in een maand tijd. Dus ik blijf deze content voorlopig maken voor je. Like eventjes, abonneer als je dit interessant vindt. Dan duiken we de diepte in. Ja, met deze thema's. En de rode vlag, die heb ik vandaag genoemd Seal the Deal. Seal the deal, bezegel de overeenkomst, ja. Er moet snel gehandeld worden. Dit is wat mij betreft rode vlag nummer 1. Dus je kan hem bij deze stoppen, pauzeren of ergens anders naartoe gaan. Als je in je oren knoopt, klinkt heel vaderlijk en belerend, dat liefde gewoon een kalme, rustige manier heeft van ontwikkelen, van elkaar leren kennen. Denk maar aan vriendschap. Ik had dit gesprek toevallig met mijn zoon van de week. Die stelde dezelfde vraag, hè, van die weet natuurlijk dat ik hiermee bezig ben. Van ja, maar papa, hoe kom je er dan achter dat iemand zo'n verborgen narcisme imprint heeft? Hoe weet je dat? Nou, nogmaals, daar ben ik een boek over aan het schrijven. Dat duurt echt nog wel een paar maandjes. Maar daar heb ik al 73 aspecten van verborgen narcisme beschreven. Zodat het bewust wordt. Vandaag gaan we daar eentje pakken en die heet dus Seal the Deal. Maar laten we eerst kijken hoe deze mensen met je verbinden. Ja, is niet, nogmaals, ik probeer dat iedere video te benadrukken, is niet om mensen te exposen, niet om mensen te bashen. We're all walking each other home. Maar het gaat erom dat er bewustwording komt. Bewustwording in jou, in mij, want ik ga net zo makkelijk voor gaas als jij of anderen, omdat je zelf verwonding hebt. Ja? Dus de eerste fase waar je altijd mee te maken hebt in dit soort verbindingen, die heet grooming of lovebombing. Je wordt verheerlijkt, opgehemeld, bewonderd, precies op dat gebied waar je verwond bent geraakt. En dan heb je gelijk ook wel het antwoord te pakken van waarom zijn mensen als jij en ik ook, ik heb nou stapels, misschien wel 100 boeken gelezen over attachment theory, over codependency, over narcisme, noem maar op. Dus ik weet er heel veel over. En toch, als iemand precies dat levert wat ik nodig heb in mijn verwondingen, ga ik vergaas. Nog steeds. Daar ben ik me van bewust van. Daar hangen dus nu ook rode vlaggen. En niet zozeer bij die ander, want daar gaat het niet om. Het gaat er niet om van laten we andere mensen heel kritisch gaan bekijken. Het gaat erom, durf je kritisch naar jezelf te zijn? Durf je je eigen patronen onder ogen te zien in eerste instantie? En daarna ook te ontmantelen. Nou, dat patronen onder ogen zien kan je door middel van de codependency test. Die link ik iedere keer in de bijlage, je kan het ook doen met de Heart Defender test, daar leer je ook een heleboel over je eigen mechanismes, je eigen reactiepatronen, waarom je aangaat, waarom ga je aan, waarom stink je erin? Dat is het gewoon, hè? Ik was
paar weken geleden, dat heb ik al eens verteld, hè, ik heb mezelf gegund, eigenlijk mijn innerlijk kind gegund om weer piano te gaan spelen. Dus ik was op zoek naar een hele mooie vleugel. Ik had echt zoiets van, nou ga ik het een keer echt goed doen. Ik ga een mooie vleugel voor mezelf kopen. En daar kwam zo'n slijmerige, verschrikkelijke pianoverkoper naar me toe. Meneer, kan ik een kopje koffie voor u pakken? Je kent het wel, gladder dan glad. Ik was helemaal niet van plan om een vleugel te kopen daar. Ik was gewoon van plan om lekker even te spelen en een inspiratie op te doen. Maar stel nou dat ik daar een verwonding zou hebben zitten. Dat ik me belangrijk voel door die man en opveer. En ja, dit is wat verkopers willen. Als ze aan de deur zijn en ze lokken je ergens in met colportage of een of andere actie waar je mee moet doen. Als je daar gevoelig voor bent, als jij daar dus een haakje hebt zitten, seal de deal. Dan sluit je dus de deal. Ik heb dat met mijn jongens, met mijn puberjongens, ook zat meegemaakt toen ze een stukje kleiner waren nog. Dan kwamen er weer aanbiedingen of vriendjes die een fantastisch aanbod hadden. En dan zei ik ook, jongens, if something sounds too good to be true, it probably is. Nou, ze zijn tig keer er toch ingestonken, want ja, ik heb ze ook gewoon deze fouten laten maken. Zodat ze ook gewoon leren dat ze weer 100 euro moesten ze lenen voor een of andere skin in Fortnite die ze konden rijden. Dat is weer bedonderd. Dan was het weer 2 dagen huilen. Maar zo leer je met vallen en opstaan. Do not seal the deal. Ja, dus if something sounds too good to be true, it probably is. Als iets te goed is. Nou ja, je snapt hem wel. Als iets te goed aandoet, doe het maar niet. Dat is in ieder geval waar dit over gaat. Want de mensen die ik gesproken heb van de week en gelezen heb van de week, hebben het wel gedaan. Die zijn er wel in gegaan. Want dat is dus rode vlag nummer 1, seal the deal. Het moet allemaal snel gebeuren. Het moet snel, razendsnel gebeuren. Deze liefdesverbindingen, hè, tussen de verborgen narcist in hoge scores van de martyr, hè, de verborgen narcist en de andere codependency archetypes, daar kom ik zo op, dat moet razendsnel verlopen. Dit zijn vlammende, ongelooflijk licht ontvlambare liefdes. Er is hoge passie, er is ongelooflijk seksualiteit, er is zielsherkenning, er is vorige levens die je gedeeld hebt, er is tweelingziel, soulmate, noem maar op, dit soort materiaal, licht ontvlambaar. En denk maar hoe het vroeger was als je een vuurtje maakte, als je hooi in de fik steekt, ja, dan komt er een enorme passie en een enorme vlam, maar het houdt geen stand. If something sounds too good to be true, it probably is. En hou me ten goede, normale liefdesverbindingen gaan ook op deze manier. Ja? Dus als jij gewoon veilig gehecht bent en je komt iemand anders tegen die veilig is gehecht, word je ook knetterverliefd. En dan moet het ook eigenlijk allemaal snel. Maar omdat je allebei veilig gehecht bent en je die haakjes niet hebt, je doet het rustig aan. Dat is het gesprek wat ik van de week met Tobias had, waar ik naar refereerde. Toen zei hij van, ja maar papa, hoe herken je het dan? Toen zei ik ook niet. Die eerste paar maanden kun je, zeker als je zelf codependent bent, niet zo goed onderscheiden. Is dit een gezonde liefde? Want alles in mij gaat aan en ik word verlatingsangstig. Help, help, help. Dat is ook een vraag die ik vaak van jullie krijg. Kan ik dan nog daten? In die eerste paar maanden weet je het gewoon nog niet, wie je in huis hebt. Daar kom je na verloop van tijd kom je achter. Ja, dus als je jouw eigen codependency patronen, waar ik dadelijk vast wel op terugkom, die gaat ontmantelen, dan kom je in een modus dat je zegt, nou, ik ga gewoon eens even achterover leunen. Een paar maanden. Een paar jaar. Ja, dus dit is ook het advies. Het allerbeste advies gelijk op deze rode vlag. Alsjeblieft, lieve mensen, doe het rustig aan. Want de mensen die ik van de week las en sprak, hebben dat niet gedaan. Seal the deal, zijn voor de deal gegaan. Een huis gekocht. Kindjes gekregen, noem maar op, die zijn in die lovebombing, grooming fase, in die ongelooflijk sterke liefde, daar kom ik dadelijk ook nog wel eventjes op, hoe die sterke, op liefde lijkende verbinding tot stand komt. Maar eigenlijk is het een traumabonding, dus een traumaverbinding die je aangaat. Daar kun je dus, zeker als je codependent bent, de eerste maanden niet goed onderscheid in maken. Dus neem je tijd. Alsjeblieft, ik kan de video eigenlijk gewoon nu wel stoppen. Dit was het voor vandaag. Neem je tijd, ja, ga, neem je tijd in de liefde. Want de patronen, de ugly truth, de lelijke patronen, die gaan pas na maanden / jaren bovenkomen. Ja, dus als je al weet van jezelf, ik ben codependent, ik ben enorm verlatingsangstig, neem je tijd.
Ja. Want dat is wat deze mensen je niet gunnen. En daar zou je ook gedonder om krijgen. Hè? Als je dus je tijd gaat nemen en dus niet dat huis gaat kopen. En niet dat bedrijf gaat oprichten. Of niet naar het buitenland verhuist. Of wat voor wilde dingen jullie ook in die eerste maanden met elkaar bekokstoofd hebben. Want dat geeft een enorm sterke verbinding. Als je dit soort dingen van plan bent. Als je een kindje gaat krijgen, samen een gezin gaat stichten. Oh, je bent de liefde van mijn leven. Je wordt bedolven onder liefde. Ja. En hoe dat precies gaat, nou, laten we daar gewoon eens naar kijken. Ik heb dat modelletje veel al eerder genoemd. Dat ging over verborgen narcisme bij vrouwen. Hè? Hoe mannen zeg maar, in deze val gelokt worden. Maar dit gaat ook op voor vrouwen in combinatie met mannen. Je wordt in eerste instantie dus gegroomd. Of er is lovebombing op basis van jouw eigen tekorten. En die ga ik wel eventjes duiden dadelijk op basis van die codependency types, zodat het gewoon helder wordt, waar zit mijn eigen haakje? En die haakjes die weten mensen met verborgen narcisme genadeloos, feilloos te vinden en te bespelen. Dus die geef je liefde op een laag waar je niet eens wist dat er een tekort was, bij wijze van. Ja? Ik kan nu een voorbeeld geven als die vleugel, die wordt 1 augustus geleverd, die over een maandje. Dus die staat, ik ga spelen. En iemand zegt, oh, wat speel je toch mooi. Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord. Nou, als dat dan ook toevallig nog een keer een hele leuke jonge dame is, waar ik gevoelens voor heb, noem maar even wat, ga ik voor gaas. Want ik kon vroeger spelen tot ik een ons woog thuis. Dat muziek maken en piano spelen was mijn redder. Een van de redders. Uit een akelige jeugd. Maar er kwam nooit iemand die zei, jeetje man, wat speel jij mooi. Wow, leer je dat allemaal zelf? Ik ben autodidact, dus het meeste heb ik gewoon van gitaarakkoorden schemaatjes geleerd, want meer was er niet voorhanden. En ik gewoon gitaarakkoorden op de piano spelen en daar zelf bij leren spelen. Dus daar zit voor mij enorme bevlogenheid, enorme passie. Als iemand daar dus op zegt, wauw, dat is echt het mooiste dat ik heb gehoord. Ik ben zo ontroerd. Wow, wat ben jij een fijn mens. Ga ik voor gaas. Dus ik ga wel wat video's maken en dan mag je me love bomben in de comments. Maar hier zie je al dus een klein beetje, ik geef even gewoon nu 1 voorbeeld van mezelf, wat er bij mij gebeurt. En afhankelijk wat voor type codependent jij bent, ga je daar dus op gelovebombed. Dat is geen goed Nederlands woord, geloof ik. Maar hou het er gewoon lekker in. Je wordt met liefde gebombardeerd. Dus je krijgt niet een beetje liefde. Je krijgt niet een beetje aandacht. Je krijgt alle liefde. Je krijgt alle aandacht. Het hele pakket. Alles wat je ooit in je leven gemist hebt. En in het geval van de helpaholic, ervaar je liefde aan het moment dat je iemand anders die zielig is. Nou, kijk even naar de zielige gezichten. Ja, als iemand die het net niet redt, die getalenteerd is, die mooi is, miskend talent, heb ik het ook al in mijn nieuwe boek genoemd. Dit zijn mensen met miskend talent. Ze zijn er net niet. Maar dat verborgen narcisme wil, net als de grootste narcist, die wil wel het podium. Die wil er wel zijn. Die wil wel erkenning voordat hij überhaupt die erkenning verdient. Of hè, door de loop der jaren heen. Met keihard werken krijg je op een gegeven moment een bepaalde status in welk beroep je ook kiest. Ja? En dan word je door anderen herkend en dan word je een stukje hoger getild door een collectief. Deze persoon, de persoon met deze imprint, zo moet ik het zeggen, die doet dat harde werk in principe niet. Of die vindt zichzelf miskend in wat hij te brengen heeft. Als ze nou toch eens echt zagen wat ik te brengen heb, dan kwam het er wel van, maar de maatschappij is zo rot, ik heb de verkeerde school gehad, ik heb mijn opleiding niet afgemaakt, ik heb altijd ellende gehad op mijn werk. Ze hebben altijd een zweem van ellende om zich heen en daar kom jij in beeld. Daar kom jij in beeld. Dit is een van de meest voorkomende patronen. In ieder geval van de 5 gesprekken, 5 mailwisselingen, kwam dit iedere keer als het nummer 1 patroon naar boven. De ander is zielig, kan het net niet, kon geen kindje krijgen, kon geen bedrijf oprichten. Nee, wat ik net al noemde, kon net geen studie afmaken, kon net niet, Ik ga niet in details, want dat hebben 3 van de 5 mensen absoluut gevraagd. De andere 2 worden casussen die ik ga behandelen. Maar 3 van de 5 vroegen, alsjeblieft praat er nooit over, want ik zit in een vechtscheiding en we hebben ellende. En oh mijn god, als ze weet dat ik met jou hierover geschreven heb, dan ben ik de pineut. Dus heel veel angst zit hier ook onder. Dus ik zal nooit namen, ik zal nooit details noemen. Maar dit is het meest in de oog springende. Er komt er nog eentje die bijna net zo sterk is, hoor. Maar de helpaholic is degene in Phil. De P en de H van het model Phil, wat ik van de week in de video benoemde, is de protector
de helper. En dat doet deze helperholic in één. Dit is, die heb ik in ieder geval gedefinieerd, dit archetype, als de helper-redder. Ja, dat is degene die de bonk van staal, als het een man is, of de rots in de branding, degene die altijd voor je klaarstaat, die je komt helpen met je verhuizing, die je komt helpen met de afwas, zou ik zeggen. Maar de grootsteen is verstopt, nou die gaat al onder de grootsteen. Dit is de good to be true man. Voor dit type, wat zich miskend voelt, is dat andersom. Dus ook als heroïne, magnetische aantrekking naar elkaar. Want deze man of vrouw heeft een gapend tekort. Die wil er zijn, die wil oké zijn, die wil veilig zijn, die wil ook genoeg middelen hebben, die wil een gezin, die wil die carrière. Kan dat net niet voor elkaar boksen, hè? Net niet. Maar met jouw hulp, met jouw liefde, met jouw toewijding, met jouw gebalanceerde wezen, jouw ongelooflijk fijne, helpende aard. Empaat is dit ook. Hè? Dit is een 100% empathisch persoon. Kan zich helemaal inleven. En die voelt in zichzelf eigenlijk een akelig gevoel als iemand anders zich dus rot voelt. Ja, dus als deze persoon heeft een kern die zich continu rot voelt en continu voeding, aandacht, materie, gunsten, diensten, alles nodig heeft om dat akelige gevoel eventjes op te heffen. Nou, dan kom jij in beeld met je helperholic modus, met je redder, met je beschermersmodus, want die zit er dus ook nog bij. Dus de beschermer, of je een man of vrouw bent. Jij neemt de shit, de ellende van de ander onder je hoede en daarvoor word je beloond. Daarvoor krijg je die lovebombing. Dus op jouw overtuigingen. Ja, jouw overtuigingen die zijn geboren in je vroege jeugd. Ik pak gewoon de kaarten weer bij. Die staat hier standaard klaar. Hier zitten de negatieve zijnsovertuigingen. Dus vaak zijn het niet eens woorden. Hè? Want als het woorden waren, als het zinnetjes waren die je gewoon mentaal even op kon lossen of emotioneel even op kon lossen, had je het al lang gedaan. Die zijnsovertuigingen die zijn meegegroeid met de jaarringen. Deze helperholic heeft vroeg in de jeugd geleerd dat zij of hij alleen liefde kreeg als die behulpzaam was. Als die stil was, liefdevol, harmonieus, grappend, schattig, fijn mensje. Dan kreeg je aandacht, dan kreeg je waardering. Sommige van jullie, weet ik, hebben te maken gehad met één of twee ouders die psychiatrische afwijkingen, indicaties hadden, noem je erop. Die moesten op hun tenen lopen in huis. Die moesten alles harmoniseren, want anders zou de bom ontploffen. Dat is er nog zo eentje. Narcistische ouders. Komt dit type ook uit voort. Als je ziet dat er steeds ruzie is en ellende en spanning, ga je dat als kindje proberen te nivelleren, proberen rustig te houden, zodat papa en mama geen ruzie krijgen of geen ruzie met jou of dat jij weer de aanleiding bent van iets. Er zijn talloze, en misschien is dat iets te ver voor het bereik van deze video om daar nu heel diep op in te gaan. Er zijn talloze oorzaken waarom jij dit haakje er hebt zitten. Nou, dat haakje heb je daar, als je daar niet bewust van bent. Dan zoomt dat eigenlijk als een magneet. En bij 100 mensen gaat hij niet af, bij de 101e, is dat een goed woord, 101e, hè, bij deze man of deze vrouw, voep, daar gaat hij aan, daar gaat hij magnetische pol trekken. Je trekt naar elkaar toe, je hebt goede gesprekken, je vult elkaar zinnen aan, je voelt als soulmate, je voelt alsof je al eeuwenlang met elkaar contact hebt. Zo, niet vanzelfsprekend, maar zo natuurlijk en fijn en ontspannend in eerste instantie voelt dit contact. En deze persoon die ziet jou, die waardeert je, die zegt wat een geweldige helper je bent. Niet met deze woorden uiteraard, hè, maar je doet fantastische dingen voor de wereld. Wauw, wat ben je een prachtig mens. Je krijgt erkenning op erkenning op erkenning van wie je bent. En je denkt, dat is ook een van de dingen die jullie vaak schrijven, ik ben thuisgekomen. Wauw, dat het bestaat dit leven, dat het voor mij bestemd is. Want dit type, hè, is de helperholic, dit archetype, heeft een gapend gat aan onvoorwaardelijke liefde. Het is niet gespiegeld in de wildheid, in de boosheid of in zijn wildheid, zijn boosheid. Dat zijn allerlei gedragingen van jou als kindje die gewoon genegeerd zijn. Je kreeg geen liefde, je kreeg geen aandacht. En als kindje ben je daarna op zoek, want je wilt oké zijn, je wilt veilig zijn, je wilt geliefd zijn. Je gaat wanhopig op zoek naar liefde. Ja? En dat doe je door aardig te zijn, doe je te harmoniseren, voor iedereen een goed woord, voor iedereen een advies klaar.
helpen. Geen probleem hoor. Ik doe die afwas wel. Of ik kook vanavond alweer. Of ik doe dat overwerk voor mijn baas. Veel van jullie worden ook coaches en therapeuten. Nou, plant rustig 7, 8 sessies op een dag in. Want ja, iedereen moet toch geholpen worden. Nou, hier speelt dit type mens genadeloos op in. Je vormt een traumabond. Je vormt een pact. En dan komt hij ook weer. Dat pact moet bezegeld worden. Want deze mens, dat is een van de rode vlaggen die ik ook... Ik ga er geen onderscheid in maken van de 73 rode vlaggen, maar wel, is wel een van de top rode vlaggen. Deze mens die heeft jou nodig. Die heeft jou nodig om dat akelige gevoel ongedaan te maken. Ook eventjes. Jullie hebben elkaar nodig. Jullie bevestigen elkaar. Hè? Een rode vlag. Nummer 1. De deal moet gesield worden. Dus deze mens die weet van zichzelf... Ja, er komt nog zo'n rode vlag achteraan. Je heeft een sleepspoor van verbroken relaties. Altijd korte relaties. Dat is ook een van de dingen. Daar zou deze video ook over kunnen gaan. Dat is een van de dingen waar je kan zien van... Oeh, pas op. Het zou zomaar kunnen zijn dat hier verborgen narcisme aan de hand is. Maar hetzelfde mensen die hebben relaties van 6 maanden. 1 jaar, 2, 5 jaar. That's it. Langer kunnen ze een relatie niet vasthouden. Omdat die ellendige imprinting die daaronder zit... Hè, daar komen we dadelijk op. Wat komt er boven in die tweede fase? Dus niet in die verliefdheidsfase. Waar, zoals Ronald Naar zei, die bergbeklimmer... met goed weer haalt iedereen de top. Je denkt, dit is het. We zijn nu 3 maanden met elkaar. We zijn nog steeds knetterverliefd. Dit is het. Bam. Ik heb mijn soulmate gevonden. Huppakee. We gaan trouwen, kinderen, bedrijf. Ik leen je geld. Dat hoor ik jullie ook vaak doen, hè. Want deze mensen hebben ook meestal een gapend geldtekort. Eigenlijk is dit een soort wereld van tekort. En wat ook het tekort is, jij gaat dat aanvullen. Jij gaat het aanvullen, want je gaat dat leveren. Want je hebt, meestal heb jij wel genoeg. Je hebt overvloed, denk je. Hè? In ieder geval, dat is je modus. Geven, maakt mij niet uit, neem van mij maar. En dat geven en nemen, dit lijkt dus de eerste paar maanden in een perfecte balans. Maar laten we even verder naar de andere archetypes gaan, want anders dan kan ik ze nooit binnen een uur behandelen. De volgende archetype dat flink in de problemen komt, weet ik van jullie onderhand, met dit type, is de love addict. En nogmaals, dit kan dus man en vrouw zijn. Ik ga proberen zoveel mogelijk, ik kan het weer niet zeggen zonder lachen, genderneutraal te werken. Maar voor mij zijn mannen... Zolang er een mannelijk geslachtsorgaan aanhangt, is het een man. En andersom, als er een kindje uit kan komen, is het een vrouw. Ik ben een hele simpele ziel, maar alsjeblieft, kijk daar op je eigen manier naar. Maar zo behandel ik deze types even. Wat natuurlijk ook gewoon zomaar kan zijn, dat je op vrouwen valt. En dat zijn er 2 vrouwen tegenover elkaar. Dat je op mannen valt, bemoei ik me verder niet mee. Want deze dynamieken gaan over de hele wereld. In iedere cultuur zijn ze hetzelfde. Ook al hebben wij in de westerse cultuur wel een explosie aan narcisme. Is ook wetenschappelijk onderzocht. Het explodeert. Oké, laten we naar de love addict trekken. Waar komt zij in de problemen? Haar probleem is geweest consistente liefde. Consistente liefde en aandacht. Dat kan zijn, ik wou zeggen in de buik, maar daar was alles nog... Fijn, daar was alles oceanisch, daar was alles bliss als het goed ging. Het kan zijn bij de geboorte, als je in de couveuse hebt gelegen. Het kan zijn als je moeder bijvoorbeeld niet in staat was om je te voeden. Hè, die had nachtdiensten en dan ging je naar weet ik wat, de opvang toe of wat dan ook. Het kan zijn dat je vader geen aandacht voor je had. Dat is ook een van de... meest voorkomende aspecten weet ik ondertussen uit de casus en de mails die ik van jullie krijg. Dit zijn meestal mannen en vrouwen. Ik heb toevallig ergens nog, ik weet niet waar die ligt, een boekje liggen. Afwezige vaders, verloren zonen. Nou, het zou ook zomaar kunnen heten afwezige vaders, verloren dochters. Vaak zijn dit types, hè, waarbij dus de helperholic de aandacht heeft gehad voor het helpen, voor het lief zijn, voor het harmoniseren, voor de diensten die ze leverden. Zij heeft vaak aandacht gekregen, en hij, als de man is, voor hoe ze eruit ziet. Helemaal papa's kleine prinsesje. Op je verjaardag mag je op schoot komen zitten, gaan we even leuk naar ballet samen. Daarna besteed ik geen aandacht meer aan je. Ja, dus het kan in de vroege jeugd tot stand zijn gekomen, een gapend gebrek aan consistente
liefde en aandacht. En als die er even is, die liefde, nou dan vlamt zij ook op. Ze heeft ook vlammend rood haar en een rode cirkel, de kleur van de passie. De hart gaat aan en ze vlamt op. Het is een gepassioneerd type, dat zie je ook. Tom van der Linden heeft dat weer schitterend getekend, dat zie ik in de gezicht. Gepassioneerd, leuk, mooi met haar uiterlijk bezig. Omdat ze namelijk voor haar uiterlijk en de leuke gedragingen beloningen heeft gehad. Dus ook voor haar, net als bij de helperholic, was er voorwaardelijke liefde. Wees eens papa's kleine leuke meid, ga eens dansen voor me. Hè? Dus leuk doen, sierlijk zijn, knap zijn, mooi zijn, op je uiterlijk beloond worden, is dus de verwonding en daarmee dus ook het haakje voor de love addict. Nou, als dan deze wat zielige persoon langskomt en die gaat jou bewonderen, die gaat je mooi maken, die gaat je beloningen geven, die gaat je liefde geven en aanmoediging op dat geweldige uiterlijk en hoe sensueel je bent. En er komen ongelooflijke fijne vrijpartijen waarbij je helemaal verdwijnt en naar de zevende hemel gaat. Dan komt hij weer. If it sounds too good to be true, it probably is. Maar bij jullie, bij deze dames en heren, weet ik, gaat de alarmbel dus niet af. Op het moment dat dit patroon zich voltrekt, denk je, alles denkt, ja, 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 laten we snel kindjes krijgen, laten we snel gaan trouwen, snel, snel, snel. Dat denk je ook nog eens een keer allebei. Meestal is de alcoholic ietsje voorzichtiger, maar ook niet in alle gevallen, weet ik ondertussen. Ja, maar als dus deze archetypes aangaan, dan ga jij aan. Dus ik vind het ook belangrijk dat je gaat leren zien hoe dat verborgen narcisme in elkaar zit. Daarom beschrijf ik ook echt, het is monnikenwerk. Al die aspecten. Beschrijf ze, kun je straks gaan lezen als het klaar is. Maar het belangrijkste is dat je gaat beseffen dat het haakje waar je aangaat, waar je letterlijk aangaat, daar gaat een bepaald deel van je, dat ervaart voor even, hè, voor even bedoel ik 1, 2 weken, 3 maanden, een jaar maximaal onvoorwaardelijke liefde. Want deze mens is in staat om met laserscherpe blik te ontdekken waar jouw verwonding zit. En je precies daar te gaan groomen. En precies daar met liefde te gaan overstelpen. En met nieuwe overtuigingen. Dat is ook een aspect dat ik vanmorgen beschreven heb. Deze types, deze archetypes, hebben allemaal een flink sterke innerlijke criticus. Zij heeft vaak de overtuiging dat ze schuldig is. En dat ze slecht is. Egoïstisch. En daardoor keihard moet werken om te bewijzen dat het niet zo is. Zij heeft vaak de overtuiging dat ze lelijk is. Ook al is het misschien een bloedmooie vrouw. Hè, of een bloedmooie man. Of, vaak hebben deze mensen ook kritiek gekregen thuis op het uiterlijk. Hoe leuk ze ook waren, hoe bewonderd ze ook waren. Maar de liefde is voorwaardelijk. Ja, de liefde die ze destijds gekregen hebben, op dat wel leuk zijn. Dan je het wel mooier opdoffen. Goh, ik zag van de week een meisje. Ik zei toch tegen mijn zoon van, nou, ik denk dat ze 10 of 11 was. Het leek wel een filter. Het leek wel een Instagram filter of een Snapchat filter. Totaal opgemaakt. Totaal al helemaal als een poppetje gemaakt. Nou, dat is een van de onderdelen van de love addict. Van jezelf in de sportschool maar oppompen. Gewoon om maar dat uiterlijk goed te hebben. Ja? Om maar in ieder geval daar nog op gezien te worden. Als je dan niet gezien wordt op wat een lieve jongen je bent. En hoe getalenteerd je bent en wat je allemaal kan. Maar als je dan in ieder geval nog complimenten krijgt hoe groot je bent en hoe sterk en hoe stoer. Of als meisje hoe sensueel en hoe sierlijk en hoe leuk en hoe speels. Als je daar dus voorwaardelijke liefde hebt gekregen, dan komt daar dus voor een grote verwonding. Een grote kernverwonding met daar overheen overtuigingen dat je er alleen maar toe doet als je er mooi uitziet. Nou, deze persoon, die weet dat, of van de zon als vrouw. Die kan dat zien, die kan dat scannen, die kan dat lezen. Deze mensen, een van de aspecten van verborgen narcisme, die hebben een laserscherp vermogen om anderen te lezen. Dat hebben ze namelijk heel vroeg in de jeugd moeten leren. Ze komen uit onveilige gezinnen, waar veel gedoe was, waar veel gedonder was, waar ook geen liefde en aandacht was. Maar ze moesten heel goed kunnen scannen en kunnen lezen, zonder dat ze zelf gezien werden. Dus de empathie die daaruit ontstaat, wordt ook wel genoemd, koude empathie. Ze kunnen heel goed scannen
En ze weten precies, net als die verkoper met die vleugel, kopje koffie meneer, ze weten precies, daarom is het ook verborgen narcisme, op een stiekeme, geheime manier bij je binnen te komen. In die eerste liefdesfase heet dat mindmapping. Dus gaan ze vragen stellen, gaan ze zelf geheimen openbaren. Het wordt steeds intiemer. Ja? Oh wauw, heb je dat ook gehad? En je wordt meegenomen in de gedeelde fantasie. Ja? Dus in een fantasie waarbij jij of de mooiste vrouw of man van deze wereld bent. Ze hebben nog nooit zoiets gezien. Wauw, wat ben jij ongelooflijk begaafd en knap. Op deze love addict heeft ook vaak een imprinting. Ik ben dom. Tja, als jij altijd op je uiterlijk beoordeeld bent en niet op je innerlijk en op je kwaliteiten, dan krijg je vanzelf een dieper gelegen overtuiging. Maar ja, wat heb ik nou te brengen? Ik ben dom. Nou, komt deze erbij. Die zegt, hallo, weet je hoe getalenteerd je bent? Je bent geweldig, je bent fantastisch. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ga het niet helemaal naspelen, maar dit zijn wel de ingrediënten van de lovebombing. Dus de lovebombing gaat niet alleen maar over tortelduifjes die zeggen, oh poepie, ik vind je zo leuk, ik vind je zo lief. Lovebombing gaat over je zwakke plekken vinden en je daarop met liefde bombarderen. Het credo van deze mensen, die zo'n grote mensenkennis hebben, een koude mensenkennis, hè? Want het is geen warme empathie, maar het credo is, ik ken jou beter dan jij jezelf. Your secret is safe with me. Jouw geheim is veilig bij mij. Ik ken jou beter dan jezelf en dat is helemaal oké. Okay. Met mijn liefde ga jij tot bloei komen. Daarna ben jij eindelijk de grote waar je zo naar verlangt, de helper. Of eindelijk ben je de sensuele liefdesbom waar ik zo verliefd op geworden ben en die ik op handen draag en wat de moeder van mijn kinderen of de vader van mijn kinderen gaat worden. Noem op. Daarmee word je ingepalmd. En als je daar gevoelig voor bent, je kan nu nuchter zeggen, nou, dat als mij dat gebeurt, ik doorzie dat meteen. Aha. Afhankelijk van je eigen haakje. Jouw eigen haakje, je eigen innerlijke haakje, dus die negatieve overtuigingen, die maakt A, dat je deze mensen aantrekt, maar B ook, dat dit patroon op deze manier gaat voltrekken. Er gaat namelijk geen alarmbel af. Sterker nog, alle groene vlaggen gaan in de top. Alles zegt, ja, dit is hem, dit is hem. Hier ga ik oud mee worden. Paar maanden, paar jaar hooguit en dan barst de bom. Maar als we tijd genoeg hebben, kom ik daar dadelijk nog op. Oké, control freak. Ja, stevige tante. Dit is een type wat op een gegeven moment heeft gezegd, mooi, het gebeurt me dus niet meer. Dat gedoe thuis, dat gedonder, waar die anderen nog patronen op ontwikkelen om ermee te kopen, om daarmee te dealen. Daarbij zegt de control freak, dat zie je aan de hele houding, hè. Dat gebeurt mij niet meer. Ik neem vanaf nu zelf de touwtjes in handen. Dit is een type wat lastig kan ontspannen. Wat een grote, sterke innerlijke criticus heeft. Wat een hoge controledrang heeft. Hè? Dus om alles naar de eigen hand te zetten. En wat dus verhard is. Nou, daar zitten ook weer overtuigingen onder. Die gaan we niet allemaal ontmantelen. Hè? De negatieve overtuigingen. Wat zit daaronder? Ja? Dat is ook weer. De bron is iedere keer onvoorwaardelijke liefde. Als jij geen onvoorwaardelijke liefde hebt gehad, kun je dus een aantal strategieën ontwikkelen. Op basis van die overtuigingen die jou bijgebracht zijn. En ik kan hier niet heel specifiek in zijn. Ik doe al mijn handen in mijn zijze. Omdat dit type eigenlijk heeft gezegd, de liefde is niet te vertrouwen. Zoals de love addict zegt, ik blijf eeuwig op zoek naar de liefde. Dan zegt de control freak juist, no fucking way. De liefde komt er gewoon niet meer in. De liefde is niet te vertrouwen. Dus ik sluit de liefde buiten me. Dat ga ik doen door keihard te werken. Dit zijn de carrière vrouwen en mannen. Blik op oneindig. Alles perfect doen. Alles snel, snel, snel. Druk. Nou, hoe komt dit type daar binnen? Door ontspanning te bieden. Door een fijne massage. Door fysiek contact. Door heerlijke vrijpartijen. Door haar zachtheid te benadrukken, door zijn zachtheid te benadrukken, of het nou een man of een vrouw is. Dus dat zijn jouw haakjes weer. Oh wauw, er is wel iemand die,
die mijn zachte kant ziet. Hè? Want daar komt hij. Ik ken jou beter dan jij jezelf. Zij is geïdentificeerd met dit. Met het harde, met de zakenvrouw, de zakenman. Met het overleven. Ja? Met alles goed doen. Sterker nog, alles perfect doen. Het huis is helemaal één perfectheid. Dit zijn mensen die perfectie nastreven. En dit type kan hier dus binnenkomen door te zeggen, maar ik zie jouw kwetsbare kant. Ik zie jouw meisje. Ik zie hoe warm en hoe liefdevol je van binnen bent. En dat klopt ook. Dat meisje, wat daar vroeger dus niet de onvoorwaardelijke liefde kreeg op hoe leuk en hoe lief en hoe aardig ze is en daar niet in gespiegeld werd, die zit daar ook gevangen. Ondanks dat stevige uiterlijk. Ja? En dit archetype, dus deze verborgen narcist, die prikt daar doorheen. Ja hoor, ik kan daar doorheen kijken, ik kan daarachter kijken, ik kan zo in je ziel kijken. En daar komt die verstrengeling, die verstrikking, die ook voor dit type dus gaat voelen als too good to be true. Wauw. Alle defenses gaan omlaag. Je komt door deze lovebombing, door die groomingfase, kom je in een regressie. Je wordt weer eventjes dat tweejarige kindje, driejarige kindje, waar papa en mama heel leuk, liefdevol boven het wiegje hadden moeten hangen. En, oh, kijk naar Poelie Poelie, het is net wakker geworden. Kom eens even hier, kleintje, wat ben je leuk, wat ben je lief. Dat is bij dit type niet gebeurd. Ja? Ik weet natuurlijk niet precies wat er is gebeurd, want er zijn honderden, misschien wel duizenden varianten op te bedenken. Je hebt in ieder geval niet de onvoorwaardelijkheid en de leuke spiegeling gekregen. Nou, deze types, die voelen dat haarfijn aan hun water, die lezen je, die scannen je en die gaan je precies dit geven. Onvoorwaardelijke liefde, koosnaampjes, woordjes, fijne muziekjes, fijne films. Dus allerlei dingen om jouw zintuigen te prikkelen, zodat dit omlaag gaat. Jouw defense, hier komt niemand meer binnen. Hij of zij komt binnen. Ook weer hetzelfde verhaal, ook dit moet snel bezegeld worden. Dit zijn ook vaak mensen met een hoge materiële status, een hoge maatschappelijke status. Ja, dat is voor mensen met deze imprinting, met verborgen narcisme, is dat een soort honing op de bij. Ik weet niet of wij echt van honing houden, maar dit is magnetisch, want dit is wat zij willen. Ze zijn zelf miskend, hebben het niet goed voor elkaar, hebben niet dat dikke huis, of hebben niet die grote auto, of die goede functie, of weet ik waar het andere kamp, zeg maar, het verborgen narcisme verlangt daarnaar. En voelt zich ook entitled, voelt zich gerechtigd om dat te krijgen, met een omweg. Daarom is het verborgen. Het zou wat mij betreft ook heimelijk narcisme mogen heten, of stiekem narcisme, of wat voor woord ook. Dat verborgen wil niet alleen maar zeggen dat je het niet kan vinden. Het gaat over de strategieën die deze mensen toepassen. Over het toe-eigenen van dingen die ze niet met, zoals de grootste narcist, die blaast zich op, wordt gewoon ergens heel erg goed in en zegt, ik ben de koning van de apenrots. Die pakt die maatschappelijke positie wel. Maar de verborgen narcist niet. Die heeft geldtekort, die heeft middelentekort, die heeft functietekort, ervaringtekort, wat dan ook. En is dit type, wat het wel voor elkaar heeft, is daar gewoon handig voor. Dat biedt gewoon een heleboel voeding. Narcistische voeding, narcistische aandacht, narcistische voeding. Dit is ook het type wat achter deze man gaat staan en of vrouw. Hè? Of ze zegt, ik ga jou wel helpen hoor. Kom maar, ik weet wel hoe dat werkt. Ik doe weer mijn handen in mijn zij. Ik weet wel hoe dat werkt, afkicken van verslavingen. We gaan jou wel eens eventjes ta-ta-ta-ta-ta. Er zijn allerlei ingrediënten om in die gedeelde fantasie te gaan. Schrijf me daar maar over als je een casus in wil brengen. Hè? Of schrijf onder de comments als je er een vraag over wil stellen. Hou je vragen alsjeblieft ook kort. Als je een casus in wil stellen, mag je wat mij betreft felle vol typen. Maar op die manier leren we samen. Daarom behandel ik die casussen ook. Zodat we er samen van kunnen leren. Samen gewoon onze ogen kunnen openen. Of je nou een verborgen narcistische imprinting hebt en dit herkent. Of meer aan de codependency kant zit. Maakt voor mij niet uit. Het gaat om dat alle kampen gaan helen in de liefde. Gaan wakker worden. Gaan de haakjes los gaan maken. Dus doe die test ook als je hem nog niet hebt gedaan. Die link ik. Dan ga je heel snel je eigen haakjes ontdekken. De laatste die ik voor nu vandaag behandel is de victim imprint. En anders hebben we geen tijd meer voor het staartje dadelijk.
Hè, dus de victim imprint. Waar heeft zij behoefte aan? Dit zijn mensen die net als de verborgen narcist, als de martyr, uit een extreem dysfunctioneel, chaotisch gezin komen. Dit zijn mensen waar veiligheid ver te zoeken is. Een laag zelfbeeld, weinig eigenwaarde, weinig zelfvertrouwen. Ja, en dan komt er iemand, en dit zijn vaak de partners in crime. Want eigenlijk, grotendeels zijn dit dezelfde archetypes. Deze is veel meer aan codependency gekoppeld. Maar dit zijn, ja, ik wil bijna zeggen Bonnie en Clyde. Dus mensen die het allebei net niet redden, die allebei een ongelooflijk angstige kern hebben. Alleen deze, die maakt zich klein, die houdt zich klein, komt niet van de grond, heeft veel ellende in haar lijf, heeft soms met misbruik te maken gehad. Dus vertrouwen is extreme issue voor dit type. Ja? Dus hier kan de verborgen narcist binnenkomen met een ongelooflijk goed verhaal, een ongelooflijk geduld, een ongelooflijke zachte, mooie liefde. Dus dit is niet groots en meeslepend, dit gaat geleidelijker, want dit type is extreem wantrouwend. Ja, daar kom je net als bij de control freak, daar kom je niet zomaar binnen. De andere twee, dat is de helpaholic en de love addict, die hebben meer honing, zeg maar. Die hebben meer honing te displayen aan de buitenkant, zeg maar. Die hebben echt iets te bieden. Dit type trekt zich juist gewoon terug. Dat zie je ook in de houding. Die maakt zich gewoon klein, maakt zich onzichtbaar. En dan komt er ineens zo'n mooie man of vrouw die wel met je wil dansen, die wel met je wil spelen, die wel met je leuk en lief wil zijn en die je dus veiligheid gaat geven. Want dat is waar de kernverwonding en de overtuiging van dit archetype zit. Het zit rond veiligheid. Ik voel me niet veilig in de wereld. De wereld is geen veilige plek. Deze archetypes die zullen iets in de energie overbrengen van bij mij ben je veilig of wij samen zijn veilig. Wij samen zijn zielig. Dat zie je ook heel veel bij junkies of bij mensen die veel gebruiken of wat ook. Die zoeken elkaar op. Die gaan samen in die bubbel. De wereld is slecht. Fuck you. Wij zijn in ieder geval veilig met elkaar. Been there, done that. Ik heb ook een verslavingsverleden. Dus ik weet hoe je elkaar opzoekt in zo'n soort veilig bubbeltje. Ja, dus dat zijn zo eventjes snel, grote stappen snel thuis. De vier codependency archetypen nog een keer uitgelegd. De haakjes die er zitten. En er zitten er nog veel meer hoor. Dus ik kan hier ook niet te ver uitweiden. Maar dit zijn gewoon even grote hoofdlijnen. Waarbij dus het belangrijkste aspect voor ieder van deze codependency archetypen is. Als het gebeurt, zie je het niet. The fish will be the last to discover the water. Dus het is zo eigen om niet gezien te worden in je behoeften, om niet gezien te worden in je grenzen. Want deze types zijn allemaal op hun eigen beurt, behalve de control freak. De anderen zijn allemaal grenzeloos. Hebben weinig goede, gezonde grenzen. Zijn niet in contact met wat ze werkelijk nodig hebben. Ja, dan kan ze iemand met verborgen narcisme kan daar makkelijk binnenkomen. Ja, nogmaals, dat gebeurt op een aantal manieren. Dat gebeurt in de lovebombing, in de grooming fase. Gebeurt het door idealiseren. Ja, ergens hoog op een voetstuk zetten. Welk van deze archetypes je bent. Je wordt gezien als de mooiste, de fijnste mens die ze ooit ontmoet hebben. En je gaat het geloven. Niet meteen. We zijn allemaal gepokt en gemazeld in de liefde. Dus de eerste week dat het gebeurt. Maar tweede week, maar de derde week gaat er toch iets veranderen in jezelf. Dan gaat je chemie veranderen. Dan komen andere hormonen. Dan komt iets van, misschien ben ik dan wel oké. Okay. Misschien ben ik wel leuk. Of misschien ben ik wel je eigen zelfkritiek gaat omlaag. Dus dat is wat deze mensen kunnen. Die kunnen op die laag waar jouw innerlijke kritiek is. Dat is deze laag op de schatkaart. Dus iedereen die codependency heeft ontwikkeld als een beschermingsmechanisme, heeft die innerlijke criticus erbij. Dat kan zijn met woorden, dat kan zijn met zijnstaten. Maar het is mensen met dit verborgen narcisme, dus die deze strategie gebruiken. Dus om zelf voeding te krijgen door jou belangrijk te maken, die mensen kunnen jouw innerlijke criticus nivelleren. Kunnen hem
zijn bek laten houden, wou ik zeggen. Maar die kunnen hem gewoon tot zwijgen brengen. En die gaan daar een nieuwe imprinting op vormen. Dat is heel simpel. Die innerlijke criticus is tot stand gekomen door gebrek aan onvoorwaardelijke liefde. En deze mensen, dus de verborgen narcist, die levert dit in overvloed. In die eerste grooming fase, de love bombing fase. Die levert jouw bewondering, beminning, vind je lijf geweldig. Hè? Je bent onzeker over je lijf. Nou, je hebt het mooiste lijf wat ik ooit gezien heb. Vind je karakter geweldig. Je hebt allerlei, hè, die innerlijke criticus, die heeft allerlei overtuigingen. Die bestookt je ermee dat je gewoon dom bent en lelijk en weet ik wat allemaal. Stuk voor stuk, in die lovebombing fases, worden deze overtuigingen opgeheven. Waardoor je dus in een staat van regressie komt. En een regressie kun je zien, dus je verandert in dat innerlijke kindje. Dus wat daar stil en eenzaam en liefdeloos en hulpeloos en hopeloos daar in de kerkers van de ziel in je binnenste gevangen zit, die kerkers die gaan even open. De beschermers die erbij zitten, ik moet het even laten zien, ik noem dat poortwachters, dus je instinctieve, dierlijke, tegen psychopathische kant aan, hè? Die hebben allemaal dus oerbeschermers die als het er echt ontspant kunnen vechten, die worden in slaap gesust. Door de onvoorwaardelijke liefde, door de bedwelming, door de hypnose, door het alsmaar herhalen van woorden, daar komt hij. Dat weet je, als je NLP hebt gestudeerd, het alsmaar herhalen van woorden, bepaalde koosnaampjes, lieve zinnetjes, erkenningen, bevestigingen. Dat alsmaar herhalen maakt dat je langzaam maar zeker in die bedwelmde staat komt. Je wordt gelovebombed, je wordt geliefd, je voelt je heerlijk. Je wil bij wijze van spreken morgen liever dan vandaag je Facebook status al veranderen naar in een relatie of liever nog naar getrouwd. Je wil ook de buik binnenhalen. Het is niet alleen maar dat je ergens ingelokt wordt, je wordt ergens lekker voor gemaakt. Je wordt ergens lekker voor gemaakt. If something sounds too good to be true, it probably is. Want dit sprookje loopt gewoon niet goed af. Meestal niet. Ik heb het tot nu toe nog niet meegemaakt, want dat is een vraag die jullie mij ook in de comments een keer gesteld hebben. Van ja, hallo Lars, moeten dan al dit soort relaties uit elkaar? Ik ga daar niet over, maar ik weet wel, en daar is ook de literatuur, de wetenschappelijke literatuur, ook veel duidelijk over, dat dit soort verbindingen, codependency, verborgen narcisme, loopt gewoon niet goed af. Want dit geïdealiseerde zelfbeeld wat je hebt gekregen en waar je verslaafd aan raakt, hè? Let op, codependency is een verslavingspatroon. Je raakt verslaafd. Het is als heroïne. Iemand die in staat is, het is een verborgen narcist die in staat is om jouw overtuigingen en je innerlijke criticus tot zwijgen te brengen en je te openen, dat voelt goddelijk, dat voelt hemels. Dat weten deze mensen ook. Ze weten dat ze daartoe in staat zijn. Want dat hebben ze vroeger thuis ook moeten doen. Met manipuleren, dingen voor elkaar krijgen. Dus het manipuleren, dat is het verborgen aspect. Dit is niet echt. En dat is de ellende. Dat vind ik echt heel rot om te zeggen. Maar ik zeg dit ook omdat ik juist zoveel berichten zie van jullie. Mensen die of met verborgen narcisme of zelfs met psychopathie te maken hebben. Mensen die zo bespeeld worden op hun goedheid, op hun angstigheid, dat ze met hun ogen open erin gaan, daar vol in rollen en dan 2, 3, 4, 5 jaar later als door een grote golf uitgespuugd worden van what the fuck, waar ben ik in terecht gekomen? De ellende daarvan is, ik zeg ook, het loopt nooit goed af. Je bent jezelf volledig kwijt daarna. Ik heb dat zelf ook ervaren, het heeft me 1,5 jaar geduurd om weer terug te komen bij mezelf. En sommigen van jullie gaat het nog veel verder. Want je hebt een gezin met 1, 2, 3, 4, 5 kinderen. Of bedrijven of huizen gekocht of wat dan ook. Je bent getrouwd. Je komt in vechtscheidingen terecht. Dus daarom zal ik nu even niet het romantische praatje houden. Dat doe ik wel als ik samen met Tanja de relatievideo's maak. Ook voor dit kanaal. Dan gaan we vast ook weer meer over romantiek praten. Maar dit is gewoon waarschuwing. Waarom noem ik het ook red flag? Ik ga het ook misschien wel noemen de rode vlaggenparade. Want het ellendige is, heb ik ook al deze archetypes ook actief. En als ik de voeding krijg, gaat de rode vlaggenparade af. En in plaats van dat ik zeg rode vlag draai om, zeg ik rode vlag, we hebben een feestje. Ja, en dat doe je ook als je codependent bent.
Dus het sneller, hoe sneller je dit ziet, dat je liefdesverslaafd bent, dat je verslaafd bent aan helpen, of dat je onveiligheid ervaart en daar altijd naar op zoek bent naar veiligheid, of, ik heb er nou nog meer, de control freak, de grote bent die zich sterk houdt en die geen liefde meer hoeft, het maakt niet uit welk van deze patronen je hebt, je bent gewoon gevoelig. En als de verkeerde persoon binnenkomt met de verkeerde intenties, en verkeerde intenties bedoel ik, die ergens inlokken met een snelheid die niet gezond is voor je, ja, de relatie ontwikkelt zich natuurlijk. Op het moment dat je, dan kom ik toch even terug op het gesprek met mijn zoon, die zei ik van, papa, wanneer weet je dan wanneer een relatie veilig is? Die zei ik ook van, Toby, denk eens aan hoe een vriendschap zich ontwikkelt. Ja, vriendje, de basketbal, Shabazz, wanneer ging je hem voor het eerst vertrouwen? Ja, toen kwam 7, 8 maanden, 9 maanden, 10 maanden, kende, een beetje. Toen mocht ik een keer bij hem thuiskomen. Met dat tempo mag een relatie ontwikkelen. Dat je elkaar na 7, 8, 9 maanden zegt, nou, nu ga ik je wel een beetje vertrouwen. Hey, we gaan een stapje verder. Ja? Dus de Daro heeft er een hele mooie methode voor. Die heet de 7 sluiers. Niet gelijk met elkaar naar bed. Alsjeblieft niet. Want dan komen die liefdesbommen die komen los. Ja? Dus je die serotonine en je oxytocine en nog een aantal. Je krijgt een liefdescocktail, waardoor je al helemaal niet meer helder kan kijken. Ja, als je al bij veilig gehecht bent, is dat helemaal niet zo'n probleem. Maar op het moment dat jouw verborgen narcistische partner je daarmee gaat bewerken, dan zit je dus letterlijk bedwelmd onder de heroïne. Je eigen dopamine en je eigen serotonine cocktail. En je kan niet meer helder nadenken. En dat heb je gewoon nodig, die eerste paar maanden. Vraag het aan vrienden, vraag het aan vriendinnen, wat het tempo moet zijn van het ontwikkelen van een relatie, weet je. Er wordt altijd gezegd, nou, een jaar, dan gaan we misschien eens nadenken of we wel of niet willen samenwonen. En dan gaan we flink even over steggelen waar dat dan is, bij hem of bij mij. Daar zit zelden tot nooit dat het moet nu. Er moeten nu kinderen, er moet samengewoond worden. Tenzij het veilige hechting is, maar daar kom je dus echt pas na verloop van tijd achter. Dus neem je tijd. Als je hier al in zit, lik je wonden. Ik hoop dat je er zo goed mogelijk uitkomt. Dat is in ieder geval wat ik van de week echt met pijn in mijn hart moest lezen en horen. Dat jullie gewoon, je raakt verstrikt. En dan kom je in een ellendige nachtmerrie. Want het patroon draait om en daar ga ik wel een keer een andere video over maken. Want dan krijg je het devalueren, dan krijg je de ellendige ruzies, dan krijg je het gaslighten, het blame shiften. Al die strategieën die gebruikt kan worden. Maar dat is weer voer voor een andere video. Ik heb je in ieder geval vandaag een belangrijke rode vlag gegeven. Dus hijs hem in de top. Zodra er iemand wil gaan versnellen. Of iemand je dingen zegt ook. Die nog helemaal niet kloppen. Die ander kan dat helemaal niet weten. Je bent de mooiste persoon die ik ooit gezien heb. Ja, voor wat je me nu geeft. Wat ik van jou ontvang voelt voor mij als het mooiste. En daardoor zeg ik dat jij de mooiste persoon bent die ik ooit ontmoet heb. Trap er niet in. Wees er gewoon kritisch naar. Dood ook de liefde niet. Hè? Daar gaat het mij ook niet om. Alsjeblieft, ik ben een romanticus puur sang. Daarom zal ik ook nog vele malen zelf op mijn bakkerschaam, wil ik zeggen. Hè, maar dood de liefde niet. Maar laat jouw critic, je innerlijke criticus, gewoon maar meekijken naar die ander. En komt hij er na verloop van tijd goed uit? 5 maanden, 6 maanden, een jaar. We zijn al 1,5 jaar samen en het loopt nog steeds goed. En we kunnen naar elkaar luisteren. We zijn elkaar geïnteresseerd. Mekaars gevoelens, mekaars behoeftes. We respecteren mekaars grenzen. Hey, dan kan je weer de volgende setjes op het schaakbord doen. Dan kan je weer verder gaan hechten. Maar niet binnen 2 maanden een huis kopen, kindjes krijgen, weet ik wat allemaal. Doet maar niet. Ook niet over 5 maanden, ook niet een jaar. Rustig aan. Tempo doeloe. Yes, dit was het voor vandaag. Heb je vragen, stel ze gerust. Stuur je casus in. Like eventjes de video, abonneer. Dan komt dit allemaal weer lekker hoog in het algoritme. Dan blijf ik mooie content voor je maken. Yes, mooie dag.